What's up guys, Kevin hier. Vandaag ga ik even naar hoofdkantoor van Canon, want ja, ze hebben weer wat nieuws te melden, dus heel erg spannend. Woe! Het is goed koud, even de navigatie aan. Nou, als reviewer werk ik natuurlijk met heel veel merken. En ja, eigenlijk de meest gestelde vraag die ik van mensen krijg, vrienden krijg, andere fotografen, bloggers, vloggers, van ja, welk merk is nu het beste voor foto en voor video? Dus ja, laten we daar eens naar gaan kijken vandaag. Ja! Oké. Ja, let's go. Oké, jongens, ik ben McKennen. Ik kan jullie niet meenemen. Ik mag niet filmen binnen, want het is allemaal heel erg geheim. Maar ja, weet je, we gaan er wel even kijken. Ik laat zo even weten wat ik ervan vind. Zo, wat mooie dingen weer gezien bij Canon. Hartstikke leuk. Ik zie echt een hele mooie ontwikkeling bij Canon. Ik ben echt heel erg benieuwd naar wat het gaat worden. Ja, dat gaat wel veel betekenen. Dus, maar ik kan nog niks zeggen natuurlijk. Het is allemaal nieuw, maar we gaan het wel zien. Ik ga niet snel naar huis. Het is spits, dus het wordt nog even een lange rit naar huis. Muziek op en gaan we niet meer aan. Ja, helemaal vast. Oh, wat een ellende op de weg. Wat een ellende op de weg. Van mijn vierde file, ik weet niet wat het is, ik hou het niet meer bij. Helemaal stil, helemaal niks. Oh. Daarom hou ik dus echt van de treinen. Nou, dat duurde echt heel erg lang voordat ik thuis was. Echt vier files, iets van de twee aanrijdingen of zo. Dus ja, dikke bende, was veel te laat thuis. Ik denk van, hey, weet je, geen zin meer, geen energie meer. Was donker ook, ik had geen zin. En ik weet je wat, jongens, ik rond het gewoon even een andere dag af. Dus vandaar dat ik nu hier ben. Canon bezoek was echt heel gaaf. En in de tijd dat je nu kijkt, kan ik eigenlijk al zeggen wat ik dus heb mogen previewen. Want ja, Canon heeft natuurlijk de aankondiging al gedaan. En waar het om gaat, is dus de nieuwe Canon EOS M50. Super gaaf ding. 4K video voor de allereerste in de middenklasse bij Canon. Dus ik ben daar heel erg blij mee. Gewoon leuk om te zien dat het eindelijk ook wordt opgepakt. Anyway, back on topic. Welk merk is nou het beste? Ik heb vier vragen en als je die kunt beantwoorden, kom je al een heel eind. Waar ligt jouw prio? Doe je foto of doe je video? Als je dat al weet, kom je al heel erg ver. Ja, wat voor type foto's doe je? Of wat voor type video's doe je? Weet je, is het landschap, is het dieren, is het nacht, sport, noem het op. En daarna ga je kijken, oké, hoe belangrijk is de output? Doe je heel veel met je beelden? Doe jij bijvoorbeeld heel erg aan editing, ga je heel erg je fotobestanden, je belichting controleren, je wilt overal invloed op hebben, scherpte, kroppen, alles. Ga je het online gebruiken, ga je printen? Dat is een vraag die heel belangrijk is en die je eigenlijk al meteen een kant op stuurt. Ja, en dan de laatste, dat is niet onbelangrijk, zeker niet onbelangrijk, dat is je body. Weet je, hoe groot mag het zijn? Wil je een kantelbaar scherm? Wil je een zoeker erop hebben? Wil je een zoomlens? Wil je alles in één? Of wil je juist lekker kunnen wisselen? Moet het op zakformaat zijn? Noem het op. Dat soort dingen. Als je nu op die vier vragen antwoord kunt geven, ja, dan ben je er. Ja, wat is nou eigenlijk mijn persoonlijk antwoord daarop? Nou, mijn persoonlijk antwoord op welk merk is nou het beste? Dan zeg ik eigenlijk heel makkelijk. Elk merk is perfect en totaal waardeloos. En daar bedoel ik eigenlijk mee te zeggen dat het ligt niet aan het merk. Bij mij ligt het gewoon echt aan cameratype. Type model. Dus ik laat merk los. Dat is ook echt mijn advies aan jullie. Dus probeer gewoon echt te kijken naar wat je nodig hebt. En welk type camera, ongeacht wat voor merk het is, welke het beste gewoon meets met jou, zeg maar, je wensen. Daarom schiet ik bijvoorbeeld met meerdere merken. Ik kijk gewoon wat ik nodig en daar ga ik voor. Probeer niet vast te houden aan merken. En dat zeg ik gewoon dat alles gewoon een ontwikkeling is. En het is gewoon leuk om ook eens een keer te kijken bij een ander merk. Anyway, dat was alweer de video over de meest gestelde vraag aan mij. Welk merk ik het leukst vind. Je weet nu in ieder geval waarom ik dus met meerdere merken werk. En eigenlijk waarom je dat ook zo moet doen. Kijk dus goed naar je wensen. Ja, mocht je verder vrienden en familie hebben die ook geïnteresseerd zijn in foto en video. Ja, laat gewoon even mijn kanaal zien. Deel even mijn video's. Hartstikke leuk. Deel de liefde, deel de passie. Nou, was in ieder geval tof dat jullie er waren. Hartstikke leuk altijd jullie weer te zien. En ik zie jullie de volgende keer weer.